Er zijn veel cirkelzagen te koop, maar er kan er maar eentje de beste zijn. En wie bepaalt dat? Dat bepaal jij. Maar omdat natuurlijk niet alle klanten van Gereedschap Pro tegelijk aan de ultieme cirkelzagentest kunnen meedoen, hebben we een representatief testteam samengesteld. Het bestaat uit 3 echte kluskanjers. Serieuze doe-het-zelfers die weten wat er in de markt te koop is. En dit zijn ze. General Manager Remco, 39 jaar. IT'er Rian, 29 lentes. En ingenieur Wino, 44 jaar. Natuurlijk op uitnodiging van Sander. Welkom bij deze unieke test. 6 verschillende cirkelzagen. Onafhankelijk getest door 3 verschillende klanten. Op uitnodiging van mij. Niet gesponsord door fabrikanten. We gaan ze aan de tand voelen. De test voor de echte freaks. Kijk en beleef het. We hebben hier de Bosch GKT55 GCE. Met een 1400 watt motor. 6250 toeren. Dus een hoge zaagsnelheid. Maximale zaagdiepte 57 mm. Er zijn geen voorzieningen getroffen voor het voorritsen. Wel een voorziening voor het met of zonder lineaal zagen. Dus de hoogteverstelling wordt veranderd door middel van deze knop. Niet nastelbaar. De verstelling voor de verstekzagen gaat door middel van 2 knoppen. Aan de voor- en aan de achterkant van min 1 tot 47 graden. We hebben hier de DeWalt DWS 520 QS, een 1300 watt machine, wat minder toeren, 4000, dus een iets lagere zaagsnelheid. Het bijzondere aan deze machine is dat deze een ongewone invalbeweging heeft, waar de meeste machines een scharnierpunt hebben, één scharnierpunt waar ze vanaf kantelen, duikt deze machine naar voren toe. Hij heeft ook een eigen lineaal systeem, wat we later nog zullen zien. Ook deze zaag heeft weer een verstelbereik van min 1 tot 47 graden. We hebben hier de Vestool EBQ en de Vestool REBQ. De EBQ is eigenlijk de voorloper van de REBQ. Daarbij hebben ze een aantal punten verbeterd. Zo is bij de REBQ de graden vanaf min 1 tot 47 verstelbaar. Bij de EBQ is dat alleen maar vanaf 0 tot 45. De zaagdiepte is bij ze allebei 55 mm. Bij de REBQ hebben ze daarbij bij de wijzer ook rekening gehouden met de lineaal. Met lineaal lees je het aan de bovenkant af, zonder lineaal aan de onderkant. Een ander punt is dat je daar ook een fijnafstelling bij hebt, waardoor het makkelijker wordt om nauwkeuriger te werken. Dit is de Mavel MT55CC. Een aantal bijzonderheden van deze machine. Een bijzondere voorritsfunctie, waarbij het hele blad 2/10 van een millimeter opzij gezet wordt. De zijwaartse verstelling ook min 1 graad tot 48 graden. Maar dan heel mooi, met een mooie aanslag. 1 knopsbediening. Met de ene knop zet je de hele machine los om te verstellen. Verder een bijzondere zaagbladwisselfunctie. Waarbij de hele zijkant open komt en gelijk het blad geblokkeerd wordt. En dan hebben we diepte, aanslag, zowel met als zonder lineaal. En nastelbaar met een schroef, zodat je hem echt tot op de 10e millimeter nauwkeurig in kan stellen. Deze machine past op 2 railsystemen. Hij past op het railsysteem van Mavel en op het railsysteem van Vesto. Hier hebben we de Makita SP6000. Deze machine is verstelbaar van min 1 graad tot 48 graden. Verder heeft hij een wat andere manier van zaagblad wisselen. Een beetje wat lastiger. Hij heeft ook een voorritsfunctie. Dat is erg handig. Verder wat valt er te zeggen? Hij past ook op Vesto geleidensysteem. Dat is ook handig. Een ander opmerkelijk detail van deze Makita is dat snoer hier aan de zijkant zit. Kan soms handig zijn, zit het minder in de weg. Het eerste testonderdeel is de wissel van de zaagbladen. Het wisselen van het zaagblad van de DeWalt is een hobby op zich. Ik hoop dat het lukt. Er zit een spindelvergrendeling op, die moet je ingedrukt houden.
Je moet hem ook naar beneden houden, want het blijft niet vanzelf naar beneden staan. Dat wil hij niet. Daar is hij. Okay. Vast zat in ieder geval. Je moet de zaag ondertussen naar beneden gedrukt houden, want het heeft geen vergrendeling. Wat eruit. Is dat we vandaag een paar keer hebben kunnen oefenen met dit ding. Met het wisselen van een zaagpad bij de Walt. Kan je niet vaak genoeg oefenen. Oké. Nou, we zitten weer omhoog. Dat is hem. Wat een klus. De zaagbladwissel bij de Makita is gemiddeld makkelijk uit te voeren. Niet zo moeilijk als bij de DeWalt en zeker niet zo makkelijk als bij sommige van de andere zagen. Er zit een knop op die je met de hand vast moet houden en op de juiste positie moet brengen, waarna hij wel vergrendelt. En als vergrendeling zit een tweede knop in die je dus ook weer vast moet houden om het zaagblad te blokkeren. Daarna is het zoals bij alle zagen. De moer verwijderen, het blad verwijderen, het nieuwe blad monteren. Wat lastiger over de flens valt dan bij sommige van de andere zagen. De moer weer vastdraaien, waarbij ik nog steeds de knop ingedrukt moet houden, omdat anders het zaagblad mee gaat draaien. Als het goed vast zit, kunnen we de boel deblokkeren en kunnen we weer verder zagen. Le Mans opstelling met de snelste zaagbladwissel op de markt. Niet met lekkere dames, maar met snelle heren. Heren, klaar voor de start? Go! Het tweede onderdeel is de schulptest. Onze kandidaten gaan los op een hardhouten deur. Dit vond ik de leukste test. Schulpen van een 2,20 meter lange hardhouten deur. Fantastisch. Ik hoop dat jullie het hebben kunnen horen hoe de machines aan het ploeteren waren. Wat mij betreft waren de beste de Marvel en de Bosch. En waarom? Ze trokken het lekkerst. Ze hadden ogenschijnlijk veel minder moeite mee dan de anderen. Goede machines voor het schulpen van hardhouten deuren. En dan nu de Fermacell stoftest. Ik denk dat mij het meest opgevallen is dat je op het moment dat je begint met zagen bij sommige machines hoort dat ze het moeilijk hebben om het materiaal te verwerken. Zeker bij wat grotere zaagdiktes. Stofafzuigen vond ik ook echt opvallend. Het verschil was groter dan ik had verwacht. Aan het eind van een warme, lange zaterdag testen komt ons testteam tot een eensluidend oordeel. Voor mij de winnaar van de test van vandaag uit 6 zagen. De Marvel. De machine met de meest uitgebreide functies. Een aantal mogelijkheden die op andere machines niet zitten. Zoals bijvoorbeeld de zaagbladwissel. Waarbij het de zaagbescherming helemaal openklapt.
En verder is deze machine toch wel aanmerkelijk beter afgewerkt dan de andere machines. De functies die op de Marvel zitten zijn allemaal eigenlijk ook wel beschikbaar op andere machines. Maar de combinatie van alle nodige functionaliteiten en het afwerkingsniveau, dat zien we alleen terug in deze machine. Ja, de Vestool is nummer 2 geworden. De nieuwe versie, de EBQ-R. Juist omdat het is ook gewoon een degelijk apparaat. En de verbeteringen die ze aan hebben gebracht, dat zijn wel handige vernuftigheidjes die bij de vorige versie ontbraken. Fijne afstelling. Dat is toch wel iets wat wel heel erg nuttig is. Nummer 3 is de Bosch. Dat was voor mij echt een verrassing. Ik heb vroeger wat groene Bosch gehad. Blauwe Bosch is natuurlijk een stuk beter. Maar ik vind deze Bosch is ook een mooie machine. Ik mist een heleboel van de details die de Vesto en de Marvel wel hebben. Maar mooi ding. Meten is weten en dit is het resultaat. Wat we lieten zien was maar een klein deel van de hele test. Bekijk het complete testverslag op www.gereedschappro.nl.